toen ik een jaar of 7 was, ben ik ooit een paar verdiepingen naar beneden geflikkerd. Wonder boven wonder had ik daar geen letsel aan over. En mijn papa die beloofde mij, wat doe je dan met een kindje wat helemaal overstuur is? Die beloofde mij een patatje. En dus ik werd weer rustig, maar later was er dus geen tijd meer voor dat patatje. Mm-hmm. En 38 jaar later begreep ik pas waarom ik mezelf meerdere malen in mijn leven echt naar de kloten heb geholpen om maar mijn woord te houden aan andere mensen. Het zure is dat als je een keuze maakt en je geeft maar 1% minder dan 100%, dan heb jij soms maar 0% resultaat. Ja, dus als ik in een relatie zit en ik ben voor 95% trouw, dat is best veel. Ja? Maar voel me aankomen. Heb ik een shit relatie. Ik denk dat er heel veel ondernemers aan het ondernemen zijn omdat ze ondernemertje willen spelen. Ze willen het plaatje laten zien. Tibor, welkom aan boord van de Helden en Hordes podcast. Dankjewel. Lekker muziekje, man. Ja, toch? Er stond vandaag iets in de krant. En er stond in de krant, en ik lees het even letterlijk voor, okay. Parool. Wie zijn zelfbeeld baseert op produceren, bouwt een wankelfundament. En toen dacht ik bij mezelf, die komt ergens binnen bij mij. want ik haal een hele hoop joy uit creëren. Uit ondernemen. Maar soms betaal je daar een hoge prijs voor aan de andere kant. Mm-hmm. Allereerst eventjes, wat vind je van deze stelling? Ik denk dat er heel veel waarheid in zit. En ik denk dat het verschil tussen wat jij zegt, ik haal heel veel joy uit creëren, iets anders is dan wat de auteur bedoelde, als ik het zo hoor. Ik ben wat ik heb gemaakt. En ik denk dat als jij bent wat je hebt gemaakt, dat je dan een vrij wankel fundament hebt, ja. Ja. Maar dat als jij plezier haalt uit creëren, dat je doet waarvoor de mens geschapen is. Mm-hmm. Ja. En wat vormt wel dat stevige fundament? Joh, om even met een lichte vraag te beginnen. Het stevige fundament van het leven of van zijn? Ja, eigenlijk wel. Een stevig fundament van zijn bouw je door enerzijds te beseffen dat in principe alles kan, als je de prijs maar betaalt. Dat tegelijkertijd niks ertoe doet, want je bent hier een flits op dit zandkorreltje in het universum en dan ga je dood. En als je die twee waarheden omarmt, alles kan, alles heeft een prijs, niks doet ertoe, dan heb je ruimte om relaxed te gaan leven. Te gaan ondernemen. Ja. Te gaan worden wie je wilt zijn. Mooi. Het doet me een beetje denken aan, ik heb hier met Jan Geurts ook gezeten. Mm. Aan een bordspel. Waarin je eigenlijk weet, het is een spelletje, maar je kiest er wel vol voor om te gaan winnen. Ja. En dan hebben we het woord winst. Juist. Ook een belangrijk woord voor jou. Heel erg, ja. Kan je dat even toelichten? Ja, in Nederland kleeft er bij sommige mensen een negatieve betekenis aan het woord winst. Dus ik denk dat voordat je op het woord winst echt kunt ingaan, moet je het eerst eens worden, hoeveel is er? En ik geloof dat er van de dingen die er het meest toe doen, oneindig veel is. En dat daarom winst iets prachtigs is om na te streven. Winnen is gaaf. Mm-hmm. Maar winst betekent uiteindelijk dat je iets hebt gedaan en dat er dan daarna nog iets moois over is. Je kan heel veel geld omzetten, yeah. Maar als je dan alle rekeningen betaalt en er is niks meer over, heb je dus geen winst. Ik denk ook dat de natuur van ons vraagt dat we moeten groeien. Mm-hmm. Een bedrijf is een organisme volgt dezelfde regels. Dus als je de goede dingen doet, dan is het de bedoeling dat je bedrijf groeit en dat bedrijf winst
uitspuugt. Dat al het harde werk, nadat alle kosten zijn betaald, en dan heb ik het niet alleen maar over de euro's, mm-hmm. maar nadat alle kosten zijn betaald, dat de baten daar tegen opwegen. Ja, interessant hè. Want ik denk dan van, je hebt me net bij het eten verteld dat je in een psychologische test, dat je eigenlijk vrij slecht scoort op wat vinden anderen van mij. Ja. En daarmee scoor je dus eigenlijk heel goed, zou ik kunnen zeggen. Het is bevrijdend als je los bent van de mening van anderen. Ja. 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 Maar als ik dan bijvoorbeeld het woord winst in het spelletje voetbal duid, dan denk ik, dan gaat het ook vooral om dat jij vergeleken met die ander het beter hebt gedaan. Ja. Of is dat niet zo? Nou, maar bij voetbal misschien wel. Ja. Zou kunnen, hè, op het hoogste niveau. Dus jij zegt eigenlijk, voor winst heb je geen ander nodig. Je kan ook winnen van jezelf. Of Dat kan. En hoeft ook niet per se iemand te verliezen. Mooi, ja. Ja. Dus dan, als we het hebben over liefde, als we het hebben over ondernemen. Mm-hmm. Als ik een deal sluit, betekent niet dat er dan minder kans is voor jou om een deal te sluiten. Mm-hmm. En die mindset is wel belangrijk om te omarmen. En ook het schoolsysteem, daar gaat alles natuurlijk maar tot 10. Nee, dus het hoogst haalbare is een 10. Maar ja, de wereld werkt niet zo. Die telt veel verder. Dat is geen gesloten systeem. Ja. Je hebt het nu over de natuur, hè? En daar kunnen we het zo meteen nogal verder over hebben. Maar toevallig was een recente gepubliceerde aflevering met Maurits Groen. En dan hadden we het over resources en over de manier van leven. Mm. En ik hoor eigenlijk twee dingen bij jou: winst en groei. En maar hij zegt, in een natuurlijke cycli is er eigenlijk geen waste. Dus alles wordt 100% gerecycled. Dat is al mooi. Maar het is dus ook een proces van een soort van opbouwen en afbouwen, waardoor je eigenlijk nooit meer nodig hebt. Hoe verhoudt winst en groei? Want ik kan me ook voorstellen dat een bijna een beetje een soort van controversieel is als we kijken naar hoe rijk sommige Westerlingen zijn versus hoe arm sommige Afrikanen zijn. Mm-hmm. En het klimaatprobleem. Het is wat jou betreft het mogelijk om altijd te groeien en winst te kunnen blijven maken? Als je kijkt naar de mensen die het meeste winst maken, die hebben ook het meeste verlies geleden. Ook weer in de breedste vorm van het woord. De wereld en de natuur werken in cycli. Maar als je kijkt naar de natuur en dan even de mens buiten beschouwing laat, die dat proces natuurlijk behoorlijk bruut verstoort, dan dijt de natuur uit. Het universum dijt uit. De natuur groeit. Dat is wat de natuur van ons verwacht. En ik denk ook dat, kijk, nu gaan we het over geld hebben. De grootste vervuilers zijn natuurlijk de grootste organisaties. Maar degene die de grootste impact maken om de boel beter te maken, dat zijn mensen met heel veel geld. Die zit dan niet zozeer in het milieu, maar kijk naar bijvoorbeeld wat Bill Gates aan het doen is. Hij probeert malaria uit te roepen, ja, om maar iets te noemen. Maar dat betekent dus dat de mensen met veel geld, dat er ook een appel wordt gedaan op hun missie of hun verantwoordelijkheidsgevoel om dat op de juiste manier te besteden. Ja, er zal zeker een appel gedaan worden. Ik ben nooit zo'n voorstander van een appel doen op anderen. Regelen, doe wat je zelf kan. Mm-hmm. Ja, of draag bij. Ja. Of hou je mond. Ja. Dat is ook geen probleem. En als je het hebt over winst en over groei, dan komt ook het woord ontwikkeling in mij op. In hoeverre is het voor Tibor belangrijk om te ontwikkelen? Dus in hoeverre is de ontwikkeling van het bedrijf, in hoeverre loopt dat synchroon met de ontwikkeling van Tibor? Ja, die lopen heel mooi synchroon. En de groei van het bedrijf, ja, ik ben wel zo naïef dat ik de wereld wil veranderen. Of in ieder geval een beetje beter wil maken. En daar heb ik dit bedrijf echt wel voor nodig. Mm-hmm. In je eentje ben je een vrijwilliger. Maar als je een succesvol, groeiend, gezond, groeiend, winstgevend bedrijf bouwt, ja, dat geeft je zoveel meer opties. Mm-hmm. En om een gezond, groeiend, succesvol bedrijf te bouwen, moet jij een gezond, groeiend leider zijn. Ja. Dus ja, die lopen parallel aan elkaar, gaan hand in hand. Ja.
En dan is in dit geval, weet je wel, loopt eigenlijk de groei van Tibor gelijk aan de groei van het bedrijf, zou je kunnen zeggen. Ja, of de remmen die ik nog heb, zijn de remmen die het bedrijf nog tegenhouden. Zo kan je het ook zeggen. Ja, want je hebt ook allerlei mensen die met jou werken. Misschien niet in loondienst, maar met jou werken ze aan het bedrijf Tibor. Hmm. Kan dat wel eens een soort van conflicteren? Omdat misschien de medewerker of degene die leader is op een bepaald stuk, misschien die groei niet maakt? Ik heb me wel eens vergist in mensen, maar in het huidige team wat er staat, daar zit zo'n match op kernwaarden. We zijn zo verschillend als mens. Maar op de dingen die we het belangrijkst vinden in het leven, zitten we helemaal op één lijn. Mm-hmm. Dus conflicten niet. Wel slecht leiderschap van mijn kant, wat voor onduidelijkheid zorgt of wat voor beperkte groei zorgt. En daar ben ik hard mee bezig. En elke keer denk ik, oh ja, wat maak je het ook af en toe moeilijk. Ja. Wat zijn die waarden dan? Van ons? Ja. Echt is de allereerste. Dat was eerst transparantie, maar het komt voor mij op hetzelfde neer. Die is ook een beetje ontstaan aan wat ik zie gebeuren de laatste jaren met de opkomst van sociale media. Vastberadenheid, koersvastheid, dus zeggen wat je doet, doen wat je zegt, met aandacht. En ook dat is een beetje een reactie op het telefoongebruik en het snelle en het oppervlakkige en competent. Dus, en dat is ook de reden waarom ik met een team werk. Ik vind dat als je iets niet kan, is helemaal geen enkel probleem. Maar als je iets niet zo goed kan, je vindt het wel leuk en je gaat er geld voor vragen aan anderen om mensen daarmee te helpen, dat vind ik wel een probleem. En ik eis van mezelf, van mijn teamleden, maar ook van de mensen die ik inhuur, dat ze competent zijn in wat ze doen. Helemaal als er geld van handen wisselt. Ja. Want ik heb hier ook op mijn lijstje staan weerbaarheid en zingeving. Ja. Die heb ik net niet gehoord. Zijn dat dan jouw waarden, maar niet per se de bedrijfskernwaarden? Weerbaarheid, zingeving, zijn dat kernwaarden? Het zijn in ieder geval woorden waar ik continu op terugkom. Als ik nadenk over het leven, als ik nadenk over mezelf, als ik nadenk over de mensen, de klanten waarvoor we werken. Weerbaarheid en zingeving. Dus ik denk dat het meer dingen zijn om na te streven. En dat in die reis om op jacht naar weerbaarheid en zingeving, dat het kompas die vier kernwaarden zijn. Ja. Ja, precies. Even een sprongetje. Ik heb ook met Ilko de Boer gesproken laatst. Mm. En toen zei hij, most businesses fail because they do what the owner wants instead of what the business needs. Mm-hmm. Mooie quote. Ja. In hoeverre, even net voor deze uitzending, toen zei je eigenlijk, ik ben een ziener, maar je zei ook, dat zou zomaar kunnen veranderen, dat ik over een jaar misschien mezelf anders duid. In hoeverre is het lastig om alle ideeën die in jouw leven niet meteen te implementeren in je business? Ik word er steeds beter in. En ik heb ook de juiste mensen en mentoren om me heen om mij af te remmen. En ik doe sowieso wat ik predik. En op het gebied van een bedrijf laten groeien, moet ik dat natuurlijk helemaal doen. Dus focus, kiezen. En kiezen heeft niks te maken met ja zeggen, maar alles met nee zeggen. Dat is wel een eigenschap die ik heb ontwikkeld. En ik word daar steeds beter in. Te weten, ik heb een plek voor mezelf waar ik me kan uiten. Voor mij is dat over het algemeen het toetsenbord of mijn notitieboekje. Mm-hmm. Dus ik kan alles van me afschrijven. Voelt dat niet toch ook als een soort, want je hebt zometeen een paar van die mooie ideeën. Ja. En die gaan dan het verdwijnboekje in, om het zo maar te zeggen. Want staan die in de coulissen voor volgend jaar? Dat zou allemaal kunnen. Het is alleen dat ik denk dat de grootste succesvernietiger is juist het najagen van al je ideeën. Kijk naar de liefde. Je moet kiezen. Je moet kiezen. En dan niet 90% geven, maar alles geven. En waar ik de laatste tijd ook veel over nadenk, is dat
het zure is dat als je een keuze maakt en je geeft maar 1% minder dan 100%, mm-hmm. dan heb jij soms maar 0% resultaat. Ja, dus als ik in een relatie zit en ik ben voor 95% trouw, dat is best veel. Ja? Maar voel hem aankomen. Heb ik een shit relatie. Ja. Ja? En als ik voor dat ene project kies en ik geef 90% van wat ik heb, stop ik erin. Hele grote kans dat het 0% wordt, dat project. Ja. Ja. En toch zou het kunnen dat er in jou dan een soort van onbenut potentieel zit. Zo noem ik het dan even. Ja. Is er een plek waar je dat dan kan kanaliseren, zeg maar? Voor mij is dat het geschreven woord. Het geschreven woord of gewoon staren en denken. Dan heb ik echt Lisa, mijn vrouw, die moet dan altijd heel erg lachen. Soms maakt ze er ook stiekem een foto van. Dan zit ik al 10 minuten naar een kast te kijken. Met nog een kop thee in mijn hand of zo. En dat vind ik heerlijk en dat is prima. Ja. En dat hoeft niet allemaal het levenslicht te zien. Nee. Want ik kan me voorstellen, want dat is namelijk een mooi bruggetje naar het volgende. Weerbaarheid, weet je wel, doorgaan bij tegenslag, zou je kunnen zeggen. Maar ook, ik heb een goed idee, maar ik gebruik hem niet. Dat is weerbaarheid is zeker weten doorgaan bij tegenslag. Maar weerbaarheid is misschien nu wel meer dan ooit doorgaan bij verleiding. Dat is ook weerbaarheid. Ja. Ben je weerbaar mooi, ja. Voor verleiding? Ja. En dat zijn zo weinig mensen. En dat kunnen we bijvoorbeeld zien aan de ziektecijfers als we het hebben over zelfveroorzaakte ziektes. Of ernstig overgewicht, wat zelf veroorzaakt is. Ja. Wij zijn niet weerbaar meer tegen verleiding. We gaan volledig mee met onze instincten. Ja. En die instincten die zijn ontworpen voor een wereld die niet meer bestaat. Mm-hmm. Een wereld van schaarste en gevaar. Ja. En als je diezelfde instincten volgt in deze wereld van overvloed en veiligheid, dan ga je voor gaas. Ja. Dus dat is ook weerbaarheid. Ja, want ik vind het interessant als je dan kijkt naar een situatie, en dat is dus of een tegenslag of een verleiding. Ja. Het zijn beide wel energieën. Ja. En ik kan me voorstellen dat je hebt een tegenslag, en dat is bijvoorbeeld een financiële tegenvaller of een partner of een vriendin die het uitmaakt. En je zegt, ik ben weerbaar. Dat je dan, misschien zit ik er totaal naast, maar dat je daarmee een stuk spanning in jou, dat je dat niet loslaat. Dit is een hele goede vraag en het is inderdaad een misconceptie rondom weerbaarheid. Weerbaarheid betekent niet dat je gevoelloos bent. Weerbaarheid betekent dat je alles voelt, meer dan niet oplettende mensen. Dat alles binnenkomt, dat je alles ervaart, dat je alles voelt. Maar dat je koers houdt. En dat betekent, met koers houden betekent dus ook niet doorgaan per se. Mm-hmm. Als je net een gigantische tegenslag hebt gehad, is gezonde groei betekent dat je even laat ik het zo zeggen, je komt in een shitstorm terecht. Dan betekent gezond groeien dat je je zeilen even laat zakken. Dat je in de kajuit gaat zitten. En dat je wacht tot de storm weer is gaan liggen. En als die is gaan liggen, dan kom je naar buiten, bepaal je positie, kies je je koers weer en dan hijs je die zeilen weer. Ja. Dat is dus weerbaarheid. Die zeilen laten zakken en in die kajuit gaan zitten. Het tegenovergestelde zou zijn, je kan twee kanten. Hè. Je kan of die zeilen, wat ook vooral in carrièreland natuurlijk veel gebeurt, max door die storm heen gaan en dan breekt je boot. Ja. Of gaan lopen klagen met je armpjes in de lucht en God aanroepen waarom jij dit hebt verdiend. En dat het niet eerlijk is. Of rechtsomkeer maken. Of rechtsomkeer maken, ja. Ja. Ja, dus dat is in ieder geval mijn visie van weerbaarheid. Ja. Je voelt alles. Ja, ja en dat weet je wel, ik moet ook denken aan De Kracht van Echte Mannen. Een boekje wat ik nu lees van David Dida, ook wel eens met iemand hier aan tafel over gehad. Kijk, de naam doet al een beetje een soort van insinueren van mannelijkheid. Dat is jezelf vermannen. Dat is een bepaalde, weet je al, emotie is een keuze. En in hoeverre is het juist belangrijk om de vrouwelijke waarden en de vrouwelijke eigenschappen meer te embedden in het mannelijke ondernemerschap? Nou moet ik opletten.
Ik denk dat dit niet een belangrijk thema is voor de man in Nederland. Ik denk eerder het omgekeerde. Ik denk eerder dat de man in Nederland wat meer koersvast mag zijn, wat meer vastberaden mag zijn, wat meer zijn shit mag regelen, wat meer verantwoordelijkheid mag pakken, wat meer mag doorbreken, wat meer mag penetreren, wat meer mag pakken, wat meer mag nemen. Ja. En tegelijkertijd, hè, daarom zit die witte stip ook in dat zwarte yin-yang teken, in het masculine gedeelte. Er moet zeker weten, in een echte man zit feminine energie, net als dat in een echte vrouw masculine energie zit. Alleen er is een reden voor die verhouding van die kleurtjes. Laten we even uitzonderingen buiten beschouwing laten. Bij een man moet de masculine energie dominant zijn. Ja. Aangevuld met feminine energie en bij een vrouw andersom. Ja. Ja, dus ik denk niet dat de Nederlandse man, als we naar de statistieken kijken, mm-hmm. voordat ik weer een boel boze mensen achter me aan krijg. Het gaat niet alleen veel slechter met de Nederlandse jonge man, vooral ten opzichte met de Nederlandse jonge vrouw. Als je kijkt naar zelfmoord was altijd al 75%. Het aantal zelfdodingen is flink gestegen. En het deel mannen is zelfs 80%. Als we naar de laatste 10 jaar kijken. Schooluitval 2 op de 3 is man. Als je kijkt naar de gedragsmedicatie bij kinderen, is 80% gaat in jongetjes. Dan heb ik het over de ADD-stoornissen. Uh-huh. Dus ik denk niet dat meer feminine energie of feminine gedragingen aan mannen gaan leren. Maar laat ik het nog scherper stellen. Ik denk dat dat voor een heleboel problemen heeft gezorgd bij jonge jongens. Ja. Niet zo druk doen, ja. Niet zo wild doen. Ja, want ik zat hier met de Dutch Girl Boss en ik vind het zelf, ik snap ook dat het controversieel is. En ik denk van ja, weet je, het wordt juist ingewikkeld als we niet meer over kunnen communiceren met elkaar. Zij zegt, 50% van de Nederlandse vrouwen is nog financieel afhankelijk van hun man. Mm-hmm. Dat is niet de bedoeling. En zij, met haar Dutch Girl Boss Academy, weet je wel, probeert ze juist het vrouwelijke te laten groeien. Mm-hmm. En ze zegt ook, het vrouwelijke is aan het groeien. Want afgelopen jaar telde KVK meer vrouwelijke inschrijvers dan mannen. En dat is voor het eerst in de wereldgeschiedenis. Ja. En ik vind het wel interessant van hoe we eigenlijk die opmars zien van het feminisme. Maar dat is inderdaad ook een gevoel wat ik daarbij heb. Van... Ja, voor mij is het echt de teleurgang van het feminisme. Volgens mij stond het originele feminisme voor gelijkwaardigheid. En staat het moderne feminisme voor volledige gelijkheid. Ja. En mannen en vrouwen zijn niet gelijk. We zijn wel evenveel waard, maar we zijn absoluut niet gelijk. Wel voor 99%. Maar het venijn zit hem in de details. En Het originele feminisme stond voor gelijke kansen. En die zijn er in Nederland. Het moderne feminisme zie ik strijden voor gelijke resultaten. Dus er is bij Defensie, is er nou voor bepaalde eenheden, is er gewoon een stop voor mannelijke sollicitanten. TU Eindhoven, een stop voor mannelijke onderzoekers. Totdat ze op 50-50 zitten. Ja, ja. En als je alleen maar een paar factoren zou wijzigen, maar de principes hetzelfde houdt. Dus we gaan selecteren op uiterlijke kenmerken. Wat voor geslachtsdeel heb je? Maar als er een universiteit zou zijn van, hey, we zijn erachter gekomen dat, ik zeg maar wat, hè, 60% is Aziatisch. We gaan nu alleen nog maar mensen met blond haar aannemen, totdat we op 50-50 zitten, blond haar, zwart haar. Ja. Exact hetzelfde. Je gaat selecteren op uiterlijke kenmerken. Ja. Je gaat gelijke resultaten afdwingen. Dus het originele feminisme, gelijke kansen, gelijke rechten, gelijkwaardigheid 100%. Gelijke resultaten en gelijkheid. Daarmee sloop je polariteit. En als polariteit verdwijnt, dan verdwijnt alles. Dan verdwijnt flow, dan verdwijnt stroming. Ja, mooi gezegd. En ik denk inderdaad, iedere vorm van aandacht die je geeft aan de ene of de andere zijde, dat draagt bij aan juist meer polariteit. En weet je wel, dan kan je ook de Zwarte Pieter discussie er misschien bijhalen. Ja, voor mij, in deze zin bedoel ik polariteit als iets prachtigs.
Ja, ja, nou ja, dualiteit bedoel ik misschien meer. Een soort van conflict situatie. Ik moet denken aan Jordan Peterson die zei van... weet je wel, de sterkste vrouw is misschien de sterkste van alle vrouwen. Maar de sterkste man is de sterkste van alle mannen en vrouwen. Ja. En daar kunnen we over gaan discussiëren. Ja. Maar dan zitten we volgens mij op het verkeerde spoor. Ja. En dat is waar jij het volgens mij over hebt. Er zijn gewoon bepaalde kenmerken. En die kenmerken, ja, daar kunnen we over in discussie treden. Maar die kenmerken zijn gewoon de kenmerken. Ja. En door alle culturen heen kiezen mannen en vrouwen anders. En dan wordt er vaak aangedragen, ja, dat komt dus door de cultuur. Nederland is op Denemarken en Zweden na het meest feminine land ter wereld. Maar als je kijkt naar de Scandinavische landen, waar dus helemaal volledig genderneutraal wordt gecommuniceerd door de overheden, daar zie je juist dus dat de verschillen in keuze tussen mannen en vrouwen nog extremer zijn. Dus als je mannen en vrouwen met rust laat, als je niet tegen vrouwen gaat zeggen dat ze sterk moeten zijn en tegen mannen gaat zeggen dat ze wat meer gevoelig moeten zijn, maar je laat gewoon de natuur zijn natuur. Ja. Dan maken mannen en vrouwen andere keuzes. Ze kiezen voor andere beroepen, voor andere studies, voor andere carrièrepaden. Ja. Wat denk je dat daaronder zit, onder die movement? Is daar een reden voor dat dat nu dat zo is? Ik denk dat daar liefde onder zit. En onbegrip. Maar dat is natuurlijk mijn visie. Maar vanzelfsprekend zal er liefde... Dat hoop ik in ieder geval. Ja. Of is het juist een gebrek daaraan? Ja. Interesting. Heel interesting. Ja, nou ja, betekent dat, hè? Even een soort van praktisch stuk. Van, betekent dat binnen jouw business dat er eigenlijk alleen maar mannelijke mensen bij jou aanschuiven? Nee. Binnen ons bedrijf zie je gewoon de statistieken. Dus bij onze startersprogramma's of doorstartersprogramma's. Ik denk 60-70% vrouw, 40-30% man. En in onze Spanje-retreats, CEO's en DGA's, dan zie je de statistieken. In Nederland is 90% van het C-level is mannelijk. Mm-hmm. Dus dat zie je op dat bedrijfsniveau zie je dat ook terug. Ja. Heeft deze uitgewerkte visie, zou ik het wel kunnen noemen, heeft dat relatie tot jouw achtergrond met jouw werk? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Je bedoelt mijn werk bij de politie? Ja. Nee, ik denk het niet. Dat is een... Kijk, vooropgesteld, ik denk dat het... Als we het over mannen en vrouwen hebben, lijkt het me zo gaaf als wij mannen onze vrouwen ondersteunen om een volwaardig vrouw te worden te zijn. En als vrouwen hun mannen ondersteunen om een volwaardig man te zijn. Ja, hoe gaaf. En dan samen heb je goud. Weet je, ja. Het wereldje waar ik uit kom is enerzijds vrij masculien, maar er zit ook een boel onvolgroeide masculine energie. Het schreeuwerige jongetjes energie. En die onvolgroeide masculine energie wordt ook vaak verward met mannen in het algemeen. Het schreeuwerige of het arrogant of het gewelddadige. Ja. Een echte man die kan doodmaken, maar hij kiest ervoor om het niet te doen. Mooi. Ja. En een jochie kan of hij kan het niet, mm-hmm, of hij doet het wel. Snap je? Ja, ja, ja. Als ik jou hoor communiceren, en dan rollen we even naar volgend item. Einstein zei, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Nou, die zou je boven mijn graf kunnen zetten, want daar zweer ik bij. In heldere communicatie, merk ik ook, zit vaak dualiteit. Dus er wordt vaak uitgegaan van uitersten. Dus je hebt bijvoorbeeld een filmpje waarin enerzijds een soort van, weet je wel, de oldschool ondernemer en anderzijds een soort van de vernieuwer. Maar je legt dingen heel vaak uit vanuit twee uitersten. Oh ja. Is dat iets bewust? Is dat een communicatieskill? Ik denk dat dat niet bewust is. Ik denk dat ik word wel vaker voor zwart-wit denker uitgemaakt. En nu ik erover nadenk, merk ik wel dat het fijn is om uitersten te gebruiken om een boodschap duidelijk te maken. Mm-hmm. Helemaal als dat uitersten zijn waar mensen zich in herkennen. Of die mensen herkennen. Mm-hmm.
Is dat wat jou betreft de reden dat 96% van de ondernemers binnen 4 of 5 jaar hun business de grond in ziet zakken? Dat het voornamelijk een communicatieprobleem is? Nee, het is voornamelijk een... dat is een van de hele batterijen aan problemen. Maar communicatie is zo verschrikkelijk moeilijk voor mensen. Ze voegen zo ontzettend veel woorden toe, waardoor de hele boodschap verzuipt. Ja. Dus dat is zeker weten een groot probleem. Maar ja, heel veel ondernemers of startende ondernemers hebben gewoon niet het karakter om succesvol een bedrijf uit de grond te stampen. Want dan moet je een bepaald, ook dat kan je gewoon meten. Je kan gewoon kijken naar, je kan persoonlijkheidsprofielen afnemen bij mensen die succesvol een bedrijf uit de grond hebben gestampt. Dus met succesvol bedoel ik dat is ook, ze hebben nog een toffe relatie, een gezond lijf. En ze hebben lol in hun dagen. Mm-hmm. En hun bedrijf is groot en draait winst. Ja, dan ontdek je vrij snel een rode draad. Ja. En die rode draad die hebben niet alle mensen. Sterker nog, die hebben maar heel weinig mensen. Maar in die wetenschap zou je dan eigenlijk niet iedereen die naar KVK gaat zo'n test moeten laten afnemen? Laten doen. Een soort radical truth van dit adviseren wij u? Ja, dat zou je kunnen doen. Maar ja, als je dat dan door zou trekken, dan zou je ook bij de kindjes die op voetbal gaan, dan zou je ook een testje en dan moeten zeggen van nou, doe jij maar niet. Dus ik denk dat dan komen we weer bij de natuur. De natuur is zo prachtig, meedogenloos selectiecomité. Ja. Die regelt het wel. Ja, maar binnen het vakgebied zal waarschijnlijk iedereen overal ergens de beste in zijn. Dus iedereen heeft ergens inderdaad die kerncompetentie. Iedereen heeft iets te brengen, is dat wat je bedoelt? Ja, geloof ik. Ja. Bijna iedereen. Wat kom jij brengen in de kern? In de kern kom ik winst op alle fronten brengen. Mm-hmm. Dus hoe kun je nou op een slimme manier inzet op gezonde groei. In mijn vakgebied, op het gebied van je business, op het gebied van je gezondheid, op het gebied van je relaties, op het gebied van je ontwikkeling als mens. Ja, en daar zit natuurlijk een interessante paradox, want ik kan me zo voorstellen, en I've been there too, weet je wel, heel hard ondernemen, geld verdienen, met het motief. Als dan principe. Ik ga nu keihard werken. Precies. Heel veel geld verdienen. Ja, ik heb nog een hele mooie metafoor in deze categorie. Dat is een man uit België die is niet met zijn dochter naar het strand geweest. Omdat hij zei, nee, ik heb geen tijd. Want ik moet een liedje schrijven over met mijn dochter naar het strand gaan. Ja. Ja. Maar dat principe. Ja. Ja. Ja, en dat is wat gewoon heel erg veel gebeurt. Kijk, als je doel en middel met elkaar verwart, en dat doen we continu. Ik doe CrossFit bij Rebel CrossFit 020 in Amsterdam, Erwin van Beek. En daar zie ik het ook continu. Kijk, CrossFit is een middel met als doel een gezond, fit, sterk, competent lijf. En een van de middelen die je daar hebt is een stang met gewichten eraan. Voor veel mensen wordt die stang met dat gewicht eraan, dat wordt het doel. Ja. Dus het is niet meer het middel, maar het is het doel. Er moet zoveel mogelijk gewicht aan en het moet zo snel mogelijk en zo vaak mogelijk omhoog. Als je doel en middel met elkaar verwart, hè, dus je middel wordt je doel, dan kan je dus je originele doel, een sterk, competent, fit, gezond lijf, dan kan je nooit meer bereiken. En dat zie je ook, blessures en een en al ellende. Nou, hetzelfde zie je dus met bedrijven. Maar dan kunnen we naar een interessantere laag gaan voor de ondernemers die aan het luisteren zijn. Ik denk dat er heel veel ondernemers aan het ondernemen zijn omdat ze ondernemertje willen spelen. Ze willen het plaatje laten zien aan Instagram, aan hun papa, aan hun mama. Maar ze willen gewoon ondernemertje spelen. En als jouw doel is ondernemertje spelen, dan is je doel dus niet een winstgevend gezond bedrijf bouwen. En dan zal je dus ook nooit de dingen doen die daaraan bij zullen dragen. Die het voor elkaar zullen krijgen. Ja. Wat je wel zal doen, zijn allemaal dingen waardoor het net lijkt alsof het van de buitenkant er prachtig uitziet. En daar worden ze ook heel erg goed in. Maar ik kan me niet voorstellen dat een ondernemer echt volmondig zegt, mijn doel is om het te spelen. Nee, dat is de sluipschutter. Ja. Dat weten ze niet. Omdat ze zo hard bezig zijn. Maar dat is wel de ware reden. En dat zie je in hun gedrag. Ja. Mm-hmm. Dus hè, volgens mij, wat je in de praktijk zegt, is iemand met 10.000 volgers, maar geen euro op zijn bankrekening. Ja,
Ja. Maar wel allemaal plaatjes in de business class en voor dure gehuurde auto's. Maar het kan ook lukken. Hè? Dus als mensen slagen ook in dat doel. Dus het doel is onbewust indruk maken op papa of indruk maken op de wereld met ondernemertjes spelen. En het lukt. Dat veel te dikke kantoor en drie Tesla's voor de deur. Maar die ondernemers spreek ik genoeg. Als je dan naar de rest gaat kijken, hè, wat dus niet winst op alle fronten was nooit het doel. Dus er is behoorlijk wat ingeleverd op het gebied van relaties, op het gebied van gezondheid, op het gebied van gemoedstoestand. Ja. Dat was nooit het doel. Nee. Heb jij zelf wel eens een verborgen agenda gehad? Vanzelfsprekend. Ja. Ik doe sinds een paar jaar heb ik een check die ik bij mezelf afneem. Ik ben de prijscheck. Het zijn drie vragen die je zelf stelt, die alle drie heel erg intern georiënteerd zijn. De eerste is, heb ik mijn best gedaan of heb ik de kantjes ervan afgelopen? Ik doe altijd die bijzin erbij, omdat dan anders die strebertjes die zeggen dan altijd nee. Ik had ook niet kunnen slapen. Ik had nog meer. Hè? Dus, heb ik mijn best gedaan of heb ik de kantjes ervan afgelopen? En de tweede vraag is, had ik zuiver intenties of had ik een dubbele agenda? Als je dus terugkijkt, als je reflecteert op je dag of op die discussie of die ruzie die je had. Ja. En door die vraag gewoon elke dag aan jezelf te stellen. Had ik zuiver intenties of had ik een dubbele agenda? Kom je er zeker in het begin heel vaak achter. Oh man, ja nee, ik had een dubbele agenda, joh. Ja. En dat heb je veel vaker dan je denkt. Ja. Als jij als jongen op die leuke meid afstapt en je zegt, hey, wil je wat drinken? Dan heb je een dubbele agenda. Het interesseert je geen reet of ze wat wil drinken. Ja, precies. Je doet dat veel sneller dan je denkt. En dat is oké. Okay. Ja, want nu bekijk je het echt op microniveau. Maar heb je wel eens, zeg maar, on the bigger picture. Hè? Dus wij spreken 3 jaar lang een bepaalde toko uit de grond getild om indruk te maken op papa. Nee, dat heb ik niet gedaan. Waar ik wel laatst achter ben gekomen is dat toen ik 1 jaar of 7 was, ben ik ooit een paar verdiepingen naar beneden geflikkerd. Wonder boven wonder had ik daar geen letsel aan over. En mijn papa die beloofde mij, wat doe je dan met een kindje wat helemaal overstuur is? Die beloofde mij een patatje. En dus ik werd weer rustig, maar later was er dus geen tijd meer voor dat patatje. Mm-hmm. En 38 jaar later begreep ik pas waarom ik mezelf meerdere malen in mijn leven echt naar de kloten heb geholpen om maar mijn woord te houden aan andere mensen. Ja. Dus dat is op een andere manier als reactie op papa, onbewust, doel en middel met elkaar verwarren. Mm-hmm. And sounds reasonable, zou ik willen zeggen. Maar in hoeverre is dit niet gewoon een verhaal wat toevallig matcht met een gedragsvertoning? Oh ja, alles is een verhaal. Alles is een verhaaltje wat matcht met ons wereldbeeld. Ja, want hoe verhoud jij je tot de ondernemer die zijn persoonlijk verhaal vertelt in zijn business? Zeg jij top vooral mee doorgaan of zeg je, nou, ik weet eigenlijk niet waarom je dat nou aan het doen bent? Er is zeker ruimte voor, alleen niet op de voorgrond. Of je moet een persoonlijk merk zijn. Jij moet het, maar dan ben je geen ondernemer, dan ben je een succesvolle artiest. En dat bedoel ik niet negatief. Kijk naar een Beyoncé. Volgens mij zijn er heel veel mensen jaloers op Beyoncé. Maar als Beyoncé ziek is, is er geen optreden. Ja. Als je je persoonlijke verhaal vertelt, dan is de meest gemaakte fout. Hè? De Hero's Journey die is hip en terecht, want het is een raamwerk dat werkt. Maar dan is de meest gemaakte fout om jezelf als held weg te zetten. En de truc is om jezelf als gids te zien die de klant als held gaat begeleiden. En je verhaal op zo'n manier te schrijven dat als ik dat lees, dat ik mij een held voel door het lezen van jouw verhaal en connectie met jou kan maken als mijn potentiële gids. Ja, het is mooi dat je het zegt, want ik moet denken jaren geleden Joris het zwaard in de draak. Ja. En dan denk je onmiddellijk, ik wil Joris zijn, maar je zou het zwaard moeten zijn, zodat Joris de draak kan verslaan. Ja, prachtig. Ja, dat is het, ja. 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 Dus het zeepkistje inderdaad aan je klant geven in plaats van er zelf op gaan staan. Ja. Er zijn zakelijk gezien 3 merken die je zou moeten bouwen. En 1 daarvan is zeker je persoonlijke merk. De andere 2 zijn je bedrijfsmerken, je productmerken. Maar een persoonlijk merk, als je kijkt naar Richard Branson. Als je kijkt naar Virgin. Ik weet het niet hoor, die moet me niet vastpinnen. Mm-hmm. Volgens mij hebben zij 200.000 volgers op Twitter. En heeft Richard Branson er 1 miljoen. Ja, exact. Mensen kiezen toch voor de mens.
Ja, en dat vind ik interessant, want in het kleine Nederland hebben we Eelco de Boer en Winst.nl. Ja. Dan hebben we Nienke van der Lek en Ideaal in Bedrijf. Dan hebben we Edwin Selij en het Hypnose Instituut. Dan hebben we Ralf Moorman en de Hormoonfactor. En dan heb je dus, en hier komt hij, 365 dagen succesvol. Maar er zijn nog steeds veel mensen die David en Arjen niet bij voor- en achternaam kunnen noemen. Mm-hmm. Dus ja, misschien kan je daar iets over zeggen van wanneer is het heel duidelijk dat je jezelf als personal brand groot moet maken. En wanneer is het duidelijk... Als jij het product bent. Ja. Als jij Beyoncé moet zichzelf als persoonlijk merk ontwikkelen. En wat David en Arjen met 365 hebben gedaan, is wat de meeste ondernemers, dus ik heb het over ondernemers, ik maak een verschil tussen artiesten en ondernemers, zouden moeten doen. Wat David en Arjen wellicht zou kunnen helpen als een van hun twee, of misschien beide, het persoonlijke merk verder zou ontwikkelen. Ja, ja, want het interessante is inderdaad van zo'n Eelco de Boer, die is volgens mij, als het dan letterlijk om winst gaat, doet hij niet veel onder aan 365. Misschien zit hij er zelfs boven. Dus ja, het is misschien wel die artiest, maar het is wel met allerlei producten, met productnaampjes. Dus het product Master Moves en het product Leven Vol Leven, weet ik het allemaal. Ja, heeft hij daar toch een goede business mee. Ja. En dan zit jij, en dat is het mooie, gevoelsmatig daar een soort van... Je bent er een soort hybride in. Want jouw bedrijf heet Tibor. Ja. Maar je bent eigenlijk... vertel het zelf maar. Hoe zit dat bij jullie? Bij ons zit dat zo dat nu sinds een jaar het lukt om een bedrijfsmerk, productmerken en een persoonlijk merk los van elkaar aan de markt te presenteren. En dat de markt het ook zo begint te zien. Daniel Priestley, hij is de oprichter van Dent Global, heeft een boek geschreven, KPI, Key Person of Interest. En hij beschrijft daarin prachtig wat bijvoorbeeld een Steve Jobs destijds voor Apple of een Elon Musk nu voor Tesla, hoe een sterk persoonlijk merk een bedrijf enorm kan helpen zonder dat je per se de artiest bent die dus de auto's in elkaar schroeft of de computers in elkaar lijmt. En wat ik druk aan het niet meer proberen, maar wat gewoon ook begint te lukken, is om tussen de rest te gaan staan van het team. Mm-hmm. Als een van de teamleden. Ja, dat is misschien een beetje een strikvraag, maar en waarom zit jij hier aan tafel in deze podcast? Omdat ik de key person of interest ben voor het bedrijf. Ja. En dat omdat ik ook het profiel heb voor niet iedereen kan dat, een key person of interest. Nee. Net zoals dat niet iedereen goed met cijfers is of niet goed met details is, zoals ik bijvoorbeeld. Ja, en daarin hoor ik je bijna zeggen iets wat ik een jaar geleden als een soort inzicht had van... de vraag moet niet zijn wie ben ik, maar de vraag moet zijn voor wie ben ik er. En de vraag moet niet zijn wat wil ik, maar wat wil er via mij tot uiting komen. Dus ik hoor je eigenlijk heel erg zeggen van wat heeft de business nodig. Exact. Ja. En tegelijkertijd vind ik de vraag wie ben ik... zelfkennis, zonder zelfkennis ben je zo kansloos. Mm-hmm. He, dus ook weten wat je competenties zijn, maar ook weten wat absoluut niet je competenties zijn. Ja. En als we daar nou eens met z'n allen veel meer gebruik van zouden maken, ook binnen bedrijven. Als je nou eens van je medewerkers wist, die vindt het geweldig om een rapport te typen. En die vindt het verschrikkelijk. En die vindt het juist weer fantastisch om met klanten aan de telefoon te zitten en ze dingen te verkopen. Als je dat nou echt wist, wie ze waren en wat hun competenties werkelijk zijn. Ja, dan stijgt je, of je netto resultaat explodeert. Als je er optimaal gebruik van zou maken. Gewoon zelfkennis en dat inzetten op de juiste manier. Ja. En zelfkennis is dus ook, maar dat weet ik niet. Of dat kan ik niet. Ja, mooi, mooi, zeker. Wat doe jij heel praktisch gezien om die zelfkennis te verhogen, dat zelfbewustzijn aan te zetten? Na zelfreflectie, stilte, momenten inbouwen en coaching, denk die drie. Zelfreflectie, stilstaan en coaching. Ja, en wat is zelfreflectie
ten opzichte van stilstaan? Hoe zie ik het verschil? Bij stilstaan doe je niks. Tenminste, je brein bepaalt wat er gebeurt. Meditatie dus? Bijvoorbeeld? Dat zou kunnen. Ja. Dus de meditatie, dan ga je vaak toch weer met een opdracht aan de slag. Hè? Dus ik ga nu op mijn ademhaling letten of ik ga een bepaalde opdracht. Mark Tichelaar, die schrijft hier veel over, ook in zijn laatste boek aan uit. Gewoon niks doen. Gewoon wandelen en kijken wat je brein, of gaan zitten of een kopje thee. Dat zei onze gemeenschappelijke mentor Ilko Smit tegen mij, Tibor. Drink gewoon eens een kopje thee. Ja. Want dat is dan je activiteit. Dus dat is voor mij niks doen. En zelfreflectie is actief. Je keuzes, je gedachten, de stem in je kop. Daarop reflecteren. En dat doe je door middel van bijvoorbeeld journaling? Ja. We hebben zelf een journal ontwikkeld, de Hemera Journal. En die, daar zit zowel in de ochtend als in de avond een moment waarin je dat doet. Ja. En als we het hebben over coaching, is het daarvoor bij jou belangrijk? Hè? Kijk, ik heb zelf een keer een post geschreven van zelfs iemand die de weg kwijt is, kan je de weg wijzen. Ik heb dat letterlijk een keer meegemaakt in Praag. Iemand die gewoon een soort, ja, stronken was, zeg maar, stoned in dronken. Maar die heeft mij prima verteld waar mijn Airbnb was. Dat voorbeeld laat zien van, hey, weet je wel, don't invalidate the message because the messenger. Iedereen zou jou de juiste informatie kunnen geven. Of zeg jij, nou beste luisteraars, ik zou ervoor gaan om één mentor of één coach aan te hangen. En daar alle adviezen van op te volgen. Oké, dat zijn twee vragen. De eerste, nee, niet iedereen kan mij elke vraag beantwoorden. Kan je van iedereen wat leren als je je best doet? 100%. Maar als jij wil weten hoe je bedrijf moet groeien, of als je wil weten hoe jij een gezond lijf wil bouwen, kan niet iedereen je daarvan advies voorzien. Dus je hebt wel binnen categorieën heb je eigenlijk altijd steeds één persoon. Competentie. Ja, er zijn meerdere personen. Maar dus, ook dat kan je weer in de natuur zien. En dat zie je dus ook in de economie. Er ontstaan gewoon hiërarchieën van competentie. Beste, de competentie komt altijd bovendrijven. In de vorm van recensies of track record. Maar competentie komt altijd bovendrijven. En dan met betrekking tot de mentorenvraag. ik denk dat een... ook wel met persoonlijke voorkeur te maken heeft. Maar als je wil leren van iemand, dan moet je wel leren van iemand. Dan moet je ook in de leer gaan bij iemand. Ja. Ik denk dat je zeker bij meerdere mensen tegelijkertijd in de leer kan gaan, maar niet bij 16. Nee. En ik heb met Ilko de Boer dus gesproken, zoals ik net zei. En toen hadden we het erover dat Nederland het dichtst bevolkte coachesland is van de wereld. Ja. Naar wie moet ik toe? Ja, dat is heel simpel. Beste Tibor. Competentie, track record. Competentie. Dat is het mooie. Je kan dat gewoon meten. Google. Ja. Google de recensies. Bel op die bedrijven. Mm-hmm. Kijk door wie die recensies zijn geschreven. Ja. Is dat door een bedrijf geschreven? Ja, want dit is dus interessant. Hè? Want jij zegt dus track record. En ik weet dat Ilko Smit dit ook zegt. Dan wordt er ook gezegd, weet je wel, it's not the product you sell, but the story you tell. Dus je kan ook met een goed verhaal kan je binnenkomen bij iemand. Mm-hmm. En ik volg je helemaal. En tegelijkertijd is dat vrij lullig voor mensen die net beginnen, maar wel ergens goed in zijn. Yeah. Want hoe kom je dan aan een track record? Want als ik weet Ilko Smit heeft dus een enorm track record. Ja. Yeah. Dus ja, als je die gelegenheid hebt, dan is het heel logisch om bij hem in de leer te gaan. Ja. Yeah. Maar dat betekent dat er misschien heel veel andere pionnen, ja, die dat track record daardoor juist niet kunnen opbouwen, omdat iedereen naar Ilko gaat. Nou, dan komen we weer terug op waar we mee begonnen. Doordat Ilko zo'n track record heeft, betekent niet dat anderen niet een track record op kunnen bouwen. Want er is te veel, er is oneindig veel. En Ilko is begonnen, sorry mentor, maar als een onbenul. Net als jij, net als ik. Hè? Zonder enige vorm van track record. Dus voor diegenen die beginnen, ten eerste ken je plek. Ik denk dat dat ook wel vaker geroepen mag worden. Het is helemaal oké als je begint, maar roep dan vooral dat je begint en niet dat je alles al weet. Ja. En ga dan niet de CEO van een miljardenbedrijf coachen, maar begin eens gewoon met je buurman.
En laat die een recensie schrijven. En zo bouw je een track record op. Mm-hmm. En s'avonds ga je reflecteren. Je laat je coachen. Ja, dus dat zelfreflectie en reflectie van een prof. Mm-hmm. Zo word je langzaam steeds beter, steeds competenter. En ga je werken aan dat track record. Ja. Alle ruimte, ondanks alle grote namen die er zijn. Mm-hmm. Wat ik je ook vaak aanhaal is het verschil tussen leven en lezen. Dus één letter verschil. Weten en doen. Zo zou je het kunnen zeggen. Is het in jouw succes, zou ik willen zeggen, nog nodig om veel bij te studeren? En doe je dat? Ja, ik studeer, ik ben wel verslaafd aan studeren. Nodig, ja, groei. Daar komen we weer bij de natuur. Dus zodra jij stilstaat in een wereld die blijft draaien, ga je achteruit. Dus ik denk dat een gezond mens wil ook op dat gebied blijven groeien. Mm-hmm. Ja. Nodig, niks is nodig. Nogmaals, je bent hier een flits en dan ga je dood. Dus niks is nodig. Is het nuttig? Ja, zeker weten. En ben jij iemand die dan één Bijbel heeft en die 100 keer opnieuw leest, omdat dat boek eigenlijk jouw hashtag mentor is? Of zeg je, nee, ik pak gewoon iedere week het nieuwste businessboek in de ACO en dan ben ik er altijd bij. Zoiets. Nee, gewoon sommige boeken. Ik maak altijd een mindmappie in de kaft als ik een boek uit heb. Dus wat ik wel regelmatig doe is langs mijn boekenkast een boek eruit halen, mindmap kijken en dan heb je hem weer. Maar absoluut niet één Bijbel. Nee, juist die diversiteit zorgt ervoor dat je blijft groeien. Ja. Dus ik lees ook graag van cijfers tot aan spiritualiteit en van voeding tot aan, aan design. Ik vind het allemaal tof. Ja. En in hoeverre is het consumeren versus produceren bij jou wel eens een probleem? De laatste jaren heb ik gewoon een stelregel voor mezelf. Dat ik meer moet produceren dan dat ik consumeer. Dus sindsdien is dat geen probleem meer. Ja. Dus voor elke half uur dat ik lees, moet ik minstens 3 kwartier schrijven. Ja. Tof. Ja, zo maak je het lekker eenvoudig voor jezelf. Ja. Is er dan toch één boek waarvan je zegt, dat is dan eigenlijk toch wel een Bijbel, als ik nu terugkijk op alles wat ik heb gelezen? Nee, niet één. Dan worden het er meteen 10. Als ik boeken ga opnoemen die op het gebied van productiviteit, The One Thing van David Keller. En die hoef je niet te lezen. Die kan je gewoon kopen en op je bureau leggen. En voordat je gaat werken, dan lees je die titel. Oh ja, één ding. Bewustzijn van Anthony de Mello, een Jezuïtische priester. Ik heb echt kaart gelachen tijdens het lezen van het boek. Maar alles begint met bewustzijn. Business Model Canvas en waardepropositie. Als we het over business hebben van Osterwalder, Strategizers. Ja, dat zijn wel echt bijbels. Dat zijn wel bijbels trouwens. Die op het gebied van business. Ja, begin je toch altijd met een Business Model Canvas en een waardepropositie canvas. Mm-hmm. Business model. Hoe gaan we waarde creëren voor ons bedrijf? Waardepropositie, hoe gaan we waarde creëren voor de wereld, voor de markt. Dat zijn 2 boeken. Een slecht boek, maar wat wel indruk maakt en goed is om te lezen is Regrets of the Dying van Bronnie Ware. Als ik het leven over mocht doen. Zij heeft een aantal jaren in de palliatieve zorg gewerkt en zij hoorde telkens dezelfde spijtbetuigingen op de sterfbedden aan en die heeft ze samengevat. Nou, dat boek zou ik zeggen, lees de inhoudsopgave, daar staan ze in. En daarvan is volgens mij nummer 1 dat je het leven van een ander hebt geleid. Had ik maar de moed gehad om voor mezelf te kiezen. Ja. Ja. Dus dat heeft ook een relatie met je sociale leven. En nu weet ik dat David de Kok van 365 wel eens heeft gezegd, mensen waar ik niet mee samenwerk en daarmee ook vrienden zijn, dat is niet zo vanzelfsprekend. Of dat is lastig. Om vrienden te hebben buiten de business. Ja, exact. Is dat voor jou ook zo? Nee. Ik heb wel weinig vrienden. Ja. Maar voel je daarin soms wel eens, want ik kan me voorstellen dat je voor die ene vriend die dan niet
zo'n afslag heeft gemaakt in zijn leven, dat hij denkt dat jij geradicaliseerd bent of dat hij je niet helemaal meer kan volgen? Zeker weten, als mensen. Zeker weten. Nou, het is, en dat zie je bij heel veel ondernemers gebeuren. Iedereen heeft dat, maar een vorm van eenzaamheid. Omdat je in het begin ga je in je naïviteit en je enthousiasme iedereen proberen mee te trekken of dingen uitleggen. Maar op een gegeven moment, en dat is misschien nog wel erger, ga je inhouden, dus binnenhouden. Ga je bepaalde dingen niet meer delen die je denkt, waar je zin in hebt, waar je in gelooft. Omdat je denkt, oh joh, als ik ga zeggen dat ik een idee heb voor dat super vette product waarmee we 500.000 kunnen draaien en dan kunnen we dit gaan doen, dan zit iedereen me weer aan te kijken op de verjaardag. Ja. Dus laat maar. Ja. Dus als ik ook kijk naar mijn ondernemende vrienden, zoals Edwin Selij, zoals Richard de Let of Thijs Lindhout, dan hebben we die vorm van eenzaamheid, die kennen we allemaal. Ja. En is daar toch een soort van pleister plakken voor? Ja. Nou ja. Ja, er is een pleister plakken voor. En dat is elkaar opzoeken. Ja. Eens in zoveel tijd. En de andere is om er dus geen pleister op te plakken. En gewoon te voelen. En die eenzaamheid. Dat is prima. Ja. Eenzaamheid voelen is een verloren kunst. En een ontzettend waardevolle kunst. Mooi, ja. Ja. En dan ga je van alone naar all one. In de woordkunst. Ja, prachtig hoe je dat doet. En ik vind dat wel eventjes interessant, hè. Want je kan dus ook, doordat je met al deze like-minded people, zeg maar, gaat optrekken, dat het isolement daardoor juist groeit. Je bubbel, dat wordt sterker. Ja. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld doe is Humans of New York volgen op Instagram. Dat helpt me enerzijds om niet te oordelen. Ken je Humans of New York? Nee. Oké, die gozer die maakt. Die is ooit begonnen met een camera en gewoon foto's maken van mensen in New York. Die posten die op Instagram. En net als jij in gesprek wist hij binnen 5 minuten kreeg hij gewoon de essentie eruit. En die posten die dan onder die foto. En dan zie je dus bijvoorbeeld zie je zo'n gangster tegen de muur aan staan met gouden kettingen en gouden tanden en tatoeages. En dan denk je, oh, heb je er weer zo eentje? En dan ga je lezen hoe die 3 baantjes werkt om voor zijn zieke moeder te zorgen. Ja. Hoe die zijn droomcarrière heeft opgegeven om een vader te kunnen zijn. Dus ik volg hun enerzijds om te leren dat je er altijd naast zit als je oordeelt over andere mensen. En wat was jouw vraag? Jouw originele nou, vraag? Om eigenlijk toch een beetje bubbel. Uit die bubbel te treden. Nou ja, en daarvoor gebruik ik het ook. Het is zo goed om elke dag een verhaal te lezen van een mens. Daarom vind ik het zo'n prachtig platform. Je leest elke dag een verhaal van een mens. En hij reist nu de hele wereld over. En dat helpt mij in ieder geval. Dat soort dingetjes helpen mij om niet in die bubbel verstikt te raken. Ja, ja. En wat weerhoud je er dan van om die mensen misschien echt op te gaan zoeken? Ik kan me ook voorstellen dat je gaat reizen met je vrouw en dan. Ja, we reizen veel. En dan vind ik het prachtig om verbinding te maken. En ik zeg veel, maar een paar keer per jaar. Het is niet zo dat wij maanden van huis weg zijn. Want nu in deze periode van mijn leven is mijn missie glashelder. En dat is Tibo.nl. En daar een heel groot, sterk, gezond bedrijf van maken waarmee we 1000 mensen per jaar kunnen ondersteunen. En als het gave van onze tak van sport, elke mens die wij winst laten boeken op alle fronten, ja, dat is weer een type mens die zich focust op nog weer honderden mensen. Dus dat verspreidt zich ontzettend snel, hè, als pay it forward. En dan heb je het mooie dat ik moet ook denken aan Steve Jobs, weet je wel, Think Different. Dat was ooit de propositie waarmee er heel veel computers werden verkocht. En dan op een gegeven moment komt Tibor met de afwijkers. Juist. En op een gegeven moment is iedereen een afwijker. En daardoor is dat weer de nieuwe common ground. Ik denk dat de tagline is de winnende minderheid. Dus ik denk dat juist door ons ontwerp, hè, dus dat ontwerp van ons wat niet meer matcht met onze omgeving, dat de massa altijd
dat er altijd een massa en een... En, natuurlijk per definitie. Er zal altijd een massa bestaan en er zal altijd een groepje afwijkers zijn. Die zullen altijd in de minderheid blijven. En ik denk dat is ook weer gewoon de natuur. Mm-hmm. Of het Pareto-principe. Alleen wat nu makkelijker is dan ooit, is om elkaar te vinden in die minderheid. En dat is de helft van de boodschap. Dus de ene helft van de boodschap van ons is blijf juist die afwijkers. Mm-hmm. Want alleen maar als je afwijkt kan je een verschil maken, per definitie. Anders is het onmogelijk als je doet wat mm-hmm. de rest doet. En anderzijds, het is een klein percentage. Misschien, laten we eens een heel laag percentage noemen. 4% van de mensen die echt voor gezondheid, winst, gemoedstoestand en relaties gaat en liefde. Ja, samen ben je het nog steeds met miljoenen. Ja. En dat is ook wel mijn boodschap. Ik zit met een soort hele rare paradox in mijn hoofd. Maar volgens mij de tijd waarin we leven is dat... het is veel makkelijker om tot die minderheid te behoren, weet je wel. Je kan eigenlijk eigenlijk zonder fysiek pand en alles kan je gewoon iets doen wat je leuk vindt. Mm-hmm. En daarmee is het dus makkelijk om toe te treden tot die minderheid. Maar ook door die social media kan je die minderheid heel makkelijk... de meerderheid vinden, omdat ze elkaar kunnen vinden. En dat is denk ik wel het hele mooie van deze tijd. Maar misschien ook wat moeilijke van... Je kunt heel makkelijk vereenzamen en tegelijkertijd kun je connecten met iedereen die dat ook is. Connecten wel, maar verbinden is een stuk lastiger. En ik denk dat de winnende minderheid waar ik het over heb... Die heeft het niet zo met Instagram en die sociale platformen. Mm-hmm. En die heeft het niet zo met Netflix. En die heeft het niet zo met snel en oppervlakkig... En meer. Mm-hmm. En nogmaals, ons brein is geprogrammeerd op meer. En op zo makkelijk mogelijk. Ja. Dus daarom zal de massa altijd voor meer snel en makkelijk gaan. Ja. En het mooie is, je legt hier een paar termen naast elkaar, weet je wel. Meer. Maar woorden waar je wel iets mee hebt, is groei en winst. Mm. En dat zijn natuurlijk kleine nuances, maar als we het toch hebben over de kracht van taal. Ja. Kan ik me voorstellen dat mensen die woorden ook met elkaar gaan verwarren. Ja. Meer is meer van hetzelfde en groei is beter. Ja. Slimmer. Ja, en winst is meer overhouden. Maar niet per se dat het altijd maar meer moet. Ja, niet meer overhouden. Winst is eigenlijk resultaat. Ja. Het is zonde als jij ontzettend veel energie stopt in een relatie... En er is niks meer over. Of je stopt superveel effort in een bedrijf en er is niks over. Er is geen winst. Ja. Dat bedoel ik met winst op alle fronten. Mm-hmm. En het hoeft niet meer... Want anders ontneem je zelf de vrijheid waarin je ooit waar je ooit ondernemer voor bent geworden. Nou, om uit het filosofische te blijven... Verliezen is gewoon kloten. En dan heb ik het even heel concreet. Hè? Dus als je de rekeningen niet kan betalen, is gewoon kloten. Of als je de liefde van je leven verliest, dat is kloten. Of als je je gezondheid verliest, dat is kloten. Mm-hmm. En shit happens. Maar je hebt ontzettend veel invloed. En ja, ik ben er voor de mensen die invloed willen benutten. Voor winst. En dan win-win. Mooi. Mijn zus zei ooit, dat is een mooie quote... Je gave is altijd ook je opgave. Mm-hmm. Ik hoor jou de hele tijd het woord verbinding zeggen. Dus ergens ontvouwt zich in jou voor mij een soort van paradox. In enerzijds toch een beetje die lonely wolf die gewoon tot die soort van... Ja, ik noem het toch even een soort van elite klasse behoort... die echte keuzes durven maken, een hoge mate van zelfbewustzijn in zichzelf hebben ontwikkeld... en gaan voor winst en groei. En tegelijkertijd hoor ik ook dat verlangen naar verbinding. Mm-hmm. Misschien zit ik ernaast. Is jouw gave en opgave de strijd rondom echte connectiviteit of verbinding? Voor mij begint alles in ieder geval met verbinding. Ik zou langer moeten nadenken over je vraag. Voor mij is verbinding iets wat me voedt, letterlijk. Mm-hmm. Gisteren hadden we een terugkomdag met de oud-deelnemers van een retreat van ons... Om daarmee te verbinden, daarmee te gaan eten, hun verhalen te horen, hun reis te horen. Ja, dat werkt letterlijk voedend voor mij. Dus ik laat daar echt van op. Maar verbinding begint voor mij eerst met verbinding met mezelf. Of met jezelf. Dus
Je zal weten wat je wil en daardoor weten wie je bent. Geen bord meer voor je kop hebben. En dat is verbinding met jezelf. Dan heb je geen bord meer voor je kop. En pas als je geen bord meer voor je kop hebt, kun je verbinden met anderen. Want als ik nu een bord voor mijn kop zou hebben, dan wordt het gewoon lastig verbinden tussen ons twee. En het tegenovergestelde van verbinden is... verbinding is ontkoppeld door het leven gaan. En als jij wil groeien, of als jij zingeving wil, of je wil iets bouwen, of je wil iets creëren, maar je doet dat met de koppeling ingetrapt, ontkoppeld, kan je gas geven wat je wil. Toeren dat al knalt omhoog, komt een boel rook uit de uitlaat. Maar je komt niet bij die groei. Dus voor mij is verbinding de eerste vereiste voorwaarde voor alle dingen die ik wil in het leven. En daar zit volgens mij in de huidige wereld ook de nuance. Je zou bijna een blogtitel kunnen maken. Hij die connected is, mist de verbinding. Ja. En dat is een beetje een brainfuck, maar dat is volgens mij wel waar we met z'n allen in leven. Steeds meer connecties, steeds minder verbinding. Ja. En dat is mooi, dat is ook weer zo'n nuance tussen twee woorden. Ja. We zitten nog steeds in de Helden en Hordes podcast. En dan, ja, om dan eventjes op de man af te vragen, weet je, Hordes staat voor de massa. Nou, daar hebben we het net al mooi over gehad. Staat ook voor het obstakel. Is er op dit moment iets kwetsbaar in jouw leven of iets waarvan je voelt, hey, op dit moment is dit nog een horde? Ja, het eerste en misschien ook wel het makkelijkste antwoord ben ik dan zelf. Ik zit nu al echt een hele tijd bovenop een golf. En dus ik geniet er maximaal van. En ik herinner mezelf er elke avond en vooral elke ochtend als ik weer wakker word naast Lisa eraan. Wat een fucking mazzel ik heb. En dat die golf ook kan verdwijnen of me kan opslokken. Maar wat ik zeg, misschien wel al een jaar of 10 ga ik ontiegelijk, ben ik ontzettend, heb ik ontzettend veel zin in mijn dagen. En geniet ik ontiegelijk van de mensen om me heen en de dingen die ik doe. Vanzelfsprekend een hele bende tegenslagen ook gehad. Maar geen tegenslagen die me van mijn pad af hebben gebracht. Ik heb, nee. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Mazzel, 1. En 2, de juiste dingen, de juiste keuzes maken. Ja. Ja, de reden dat ik het vraag, ik kan me voorstellen dat het is als je achter een golf aanswemt, ja, met je surfplank. Ja, dan is het heel moeilijk. Dan weet je wat je te doen staat, weet je. Dan moet je gewoon heel hard gaan zwemmen om proberen bij die golf te komen. Dan lukt het je nog niet. Nee. Als je er te ver voor zit, dan slaat die golf over je heen. Dan heb je ook een probleem. Ja. Maar in die twee situaties is het vrij helder. Ik heb een probleem. Maar als je precies op die golf zit, ja, dan moet je volgens mij heel waakzaam zijn op de signalen om te voorkomen dat je inderdaad er dan juist uitklapt. Zeker weten, ja. Dus het is een ding waar we het misschien nog niet direct over gehad hebben, maar wat als alles lukt? Weet je, wat is de basisuitrusting van een man waarbij het gewoon allemaal goed gaat? Ja, ja, wat ik zeg, alles lukt. En dan is de basisuitrusting is maximaal genieten. Zoveel mogelijk ontvangen, zodat je ontiegelijk veel te bieden hebt. Ja. En dat is hoe ik er nu insteek. Ik geniet, ik ontvang en ik geef. Ja. Tof, man. Er is nog één afslag die ik met je wil maken en dat is helden zelf. We hebben het nog niet in Helden en Hordes met jou gehad over de helden zelf. Is er iemand, groot of klein, waarvan je denkt, nou, als ik nu eventjes terugkijk, en dat kan er misschien wel 10 of 20 jaar zijn, maar deze meneer of mevrouw, die heeft echt iets voor mij veranderd. Dan zeg ik mijn moeders familie, mijn oma en haar dochters en zoon. Zij hebben mij laten zien wat familie is. De vastberadenheid en de zorgzaamheid is een mooie combi van mijn oma, die vanuit voormalig Papua-Nieuw-Guinea hier voor haar 7 kinderen zoveel en zoveel moois heeft gecreëerd. Dus mijn oma leeft nog gelukkig, is nog hartstikke gezond, moppert wel een beetje veel,
Maar ja, dat is wel echt een held voor mij. Maar als ik gewoon kijk naar mijn moeders familie, die entiteit, ja, dat was voor mij echt een voorbeeld. Andere helden, ja, dat zijn mensen zonder naam. Amilcar, als je luistert, ik weet niet of je nog weet wie ik ben, maar dat was is een jongen met een die had een of heeft een lunchtent in Diemen. En kan ik dit vertellen? Nou, laat ik het zo. Die is flink bedonderd door personeel. Mm-hmm. Zijn moeder stond in de keuken, hij werkte daar als eigenaar. Flink bedonderd door personeel. En ik was boos, joh. En ik was bozer dan hij. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, waarom zit je nou te lachen? Waarom ben je niet boos? En hij zei, ja, blijkbaar heb ik ze de ruimte gegeven om me zo te bedonderen. Dus dit is wat ik heb geleerd. Nou, dat soort interacties, dat soort gesprekken. Ja, prachtig, ja. Nou, die kunnen diepe indrukken op mij maken. Ja. Dit gesprek is, weet ik veel, 10 jaar geleden heeft dit plaatsgevonden. Ja. Heel veel helden heb ik. En dat is leuk, hè? Want wat je zegt bij jezelf zeggen we altijd. We stellen deze vraag dus vanuit het kopje. Ja, het is vaak eenvoudiger om iemand anders te benoemen om zijn kwaliteiten dan om in een soort introspectief vermogen te duiken en te kijken wat gaat er. Oh, ik ben heel goed in zeggen waarom ik goed ben, hoor. Ja, bij jou is dat inderdaad niet nodig. De laatste vraag zou ik willen zeggen. Dat is, weet je wel, als er een groot billboard langs de weg zou staan en je zou 1 boodschap moeten meegeven aan alle luisteraars van deze podcast en misschien ook 1 boodschap aan, ja, misschien wel in het bijzonder aan in de mensen in het communicatieve vakgebied. Dan geef je even een twist aan het. Je had hem al klaarstaan en toen kwam. In het communiceren. Mag ik ook even kijken? Laten we eerst beginnen met de eerste dan. Dan kies ik toch voor. Dan kies ik toch voor alles kan, alles heeft een prijs. Eelco Smit is het niet met me eens. Die zegt nee, Tibor, niet alles kan. Heeft hij ook gelijk, hoor. Maar bijna alles kan, alles heeft een prijs. Dat bekt wat minder lekker. Mm-hmm. En dan kunnen mensen het weer als excuus gebruiken. Ja, maar dat kan echt niet, wat je nu zegt. Als iets niet lukt, dan betaal je de prijs niet. Op het communicatieve gebied, mand. Ja. Ik zal, voor de mensen die niet weten wat het is, ik zal een linkje in de show notes zetten naar deze video van Maxime Hartman. Ja, Tibor, wij zouden volgens mij nog een uurtje kunnen doorlullen, maar dat doen we niet. Lijkt me leuker om eens te kijken van, hey, waar sta je volgend jaar? Dat we dan nog eens dunnetjes het hele verhaal overdoen. Ja. Is er nu in het bijzonder 1 plek waar je mensen naartoe wil verwijzen? Ja, naar tibor.nl. Mm-hmm. En dan in het bijzonder, als ze naar events gaan, dan zullen ze zien dat wij op 9 november het event Buitengewoon Leiderschap draaien. Dat doe ik samen met Richard Dallet van Oersterk, Thijs Lindhout van de 100% Inspiratie podcast en Edwin Selij van Hypnose Instituut Nederland. Mm-hmm. En wij met z'n vieren draaien een dag op het gebied van persoonlijk leiderschap met thema's zoals in deze podcast de revue passeren. En ik heb een kortingscode aangemaakt, helden en horders, dus misschien een beetje moeilijk te onthouden. En ja, die geeft nog een extra korting op de kleine vroegboekkorting die er nu nog is. Ja, te gek. Lijkt me super vet als mensen zich daar komen onderdompelen die dag. Ja, en als ik daar iets aan mag toevoegen, zoals Edwin zei, weet je wel, en dat is eigenlijk, nou, dat zei ook de boer, maar Edwin heeft daar een mooie podcast over opgenomen. The reason you are here won't be the reason you think you are here. En waarin Edwin aanvulde, op het moment dat je naar een event gaat, zelfs los van de inhoud, maar als je het dan toch hebt over die mensen die in jouwzelfde tribe zitten, ja, wat voor vrienden, wat voor ondernemers kan je daar allemaal ontmoeten? En dan heb je het weer over het woordje echte verbinding. Exact. Dus Tibor, hartstikke leuk om jou hier aan tafel te ontmoeten. Ik had veel van jouw matties al een keer in het echt gezien, maar jou nog niet. Dus voor de luisteraar, wij hebben net ook nog even een lekker hapje gegeten, en vergeet ik bijna, bij Chickpea Falafel. Gezond en een broodje met een verhaal zou je kunnen zeggen. In de show notes kan je ook daar even kijken
En ik zou je zeker willen adviseren om daar een keer een lekker broodje te bestellen. Alle andere dingen die we hebben besproken, inclusief boektitels, zie je in de show notes van deze podcast. En ja, als je iets wil achterlaten, hashtag Helden en Hordes op ons Insta, Twitter en Facebook en YouTube. En als je direct met Tibor contact wil opnemen, dan ga je naar de Instagram van Tibor.nl. Tibor.nl, yes. Alright man, dankjewel. Thanks. Yes, dit was een hele toffe aflevering, maar misschien vond jij van niet. In dat geval, laat het eventjes weten in de comments hieronder. Vond je het toch tof? Laat het eventjes weten in de comments hieronder. Wil je abonnee worden? Klik dan op de abonneerbutton. Wil je als allereerste de allerlaatste aflevering ontvangen? Klik dan op het belletje. Of geef ons op zijn minst een heel leuk duimpje. Heeft deze aflevering of een andere aflevering jou meer dan geïnspireerd? Ga dan naar patreon.com/heldenenhordes en support ons. Yes ma'am, dat kost een paar euro's, maar je krijgt er ook hele leuke dingen voor terug. Wat krijg je terug? Ga naar patreon.com/heldenenhordes. Zo, ben je nog steeds niet uitgekeken? Dan zou het zomaar kunnen dat deze video of deze misschien iets voor jou is en anders zie ik jou weer bij de volgende show. Ciao!